Welkom bij Get Jobs Done 30 Seconds. Mart en ik nemen het op tegen de broertjes Romans. En ja, het spel is duidelijk zeker? Ja. Ja. Mascotte van Topos. Mascotte van Roda. Koempeltje. Ja, zonder. Ja. Koempel. Ja. Het merk wat wij dragen, het merk van... Stanno. Ja. Die ken ik niet. Hier langs is het. Spelershol? Ja, de rest ken ik niet. En jij ook niet, blijkbaar. Oh, is dat uit Tiemessen? Oh ja, maar ik ken zijn achternaam niet. Sorry, John. Kent je zijn achternaam? Ik ken zijn achternaam niet. Sorry, John. Ja, mij. Hey, niet kijken, jongen. Ja? Ah, directeur hier? Peter Bijveld. Ja. Waar mensen verkleed gaan? Carnaval. Waar is hij fan van? Racing Genk. Je mag niet wijzen toch? Ja, waar is Livio La fan van? Racing Genk. Wat spelen we graag en verliezen we nooit? Tennisvoetbal. Geliefd. Waar stuurt je foto's naar anderen? Op WhatsApp. Ja, ja. Snapchat. Hier, hè? Gelijk door? 4 op 5. Allee, laat die zien, jongen. Je hebt zomer, maar je hebt ook winter. En dan hebben we vakantie. Winter. Zomer. Wintervakantie. Winter. Sport. Ja, dat mag niet. Hè. Jij zegt winter en het zit in het woord. Ik zeg toch zomer, hè. Ah, ja. Ah. Wat doet Olly? Je kunt dat swipen. Tinder. Ja. Olly heeft schoenen van. Ah, je hebt zelf. Dat is maar die sponsor. Puma. Ja. En als je van 11 meter schiet. Penalty. Strafschop. Ja. Vliegveld in België. Nee. Ja, daar in de buurt. Brussel. Ja. Yes. Winterstop als sukkel. Winterstop? Ja, ik... Ah, maar zeg dan zo, ja jongen. Zomer. Je zegt zomer en dan vakantie. Zeg ja, wat hebben moest. Wij dan? Ja, vakantie. Nee, dan in de zomer hebben we toch vakantie. Hoeveel had ze er? Vier. Vier. In de zomer hebben we toch vakantie? Oh, wow. Als ik pak, dan gaat het tijd ineens. Ja. Pak het tijd. Waar wonen wij? In België. Antwerpen. Ja, welk dorp? Groningen. Waar moeten wij naartoe voor die activiteit? Oh. Naar Kruifkoord. Wie woont ook nog in het huis uit Uruguay? Matteo, Arambord. Naast ons bij Jumbo kun je daar eten, daar, waar we overlaatst hadden hamburgers besteld. Hoe noemt het? Piepers. Ja. Ja, als je. Ja, weet jullie net een jaar? Waar was het nog? Daten. Nou, wat Olly elke vrijdag doet, gaan wandelen. Wat is dat? Een date. Ja? Als er een penalty, of ja, als er een discutabele fase is op het veld, dan kijkt er iemand naar. Wat is dat? Ja. Belgische meisjesgroep voor kinderen. Van Afrika. Ja. Het merk van onze telefoon? iPhone. Ja. Apple. Pretpark in België, volgens mij? Walibi. Ja. En dan, het is een Egyptisch gerecht eigenlijk. Egyptisch snack, zeg maar. Noem je? Shawarma. Is dat Egyptisch? Is het niet Egyptisch? Turks of zo. Bij ons is aan Egypte naar gedaan. Ja. Hé, maar je mocht je ook uitbeelden. Het is... Ja, sowieso. Hey, goeie vragen, man. Ja, jongens. Dat is... Nee, dat mag niet. Luisteren naar de regels. Ben je klaar of niet? Ja, ik ben klaar. Ja. België. Nee. Broers. Ja. Je hebt competitie dat je speelt en waar nog? Hoeveel wedstrijden? In Holland. Competitie en als je nog... Play-offs. Nee. Na competitie. Competitie. Ah, beker. Ja. Maar kunnen we ook goed... het is niet... Tafeltennis. Ja. Hè? Hoe noemt het stadion van Roda, denk ik? Roda. Roda Parkstad Stadion. Nee, Parkstad, Limburg Stadion. Tot ons plezier, wat is dat? Ja, dat was dat. TOP. Tot ons plezier. Is dat serieus? Veel. Hoe lang speelt hij dan? Wat hebben we laatst gegeten met frieten? Goulash. Ja. Als je scoort, krijg je van de anderen. High five. Felicitaties. Hoogzet. Ah, assist. Ja. En een liedje van mij. Reemans. Ja, hoe heet dat liedje? Het Reemans-song. Ja. Onze aanvoerder? Stuy van Heerik. Ja, die eerste. Wat is het? Belgisch. Jullie spreken Mark. Belgisch. Wat voor Belgisch? Vlaams. Ja. Dat was het. Hey, wat is een makkelijke verhaal. Je hebt zijn voornaam niet gezegd.
Ja, jongen, ja, dat is verkeerd. Rik sta, ja. Dus er staat gewoon stui van dat Erik. Nee, daar staat Rik sowieso. Nee, nee, nee. Bij mij stond ook met Tim. Zit je klaar? Oh. Ah. Waar spelen hun? Roze. Als je 3 keer scoort. Hattrick. Nationale ploeg van België. Hoe noem je die? Voetbal. De Red Flames of de Red Devils? Ja, maar. No. Onze keeper. Ah, de Rode Duivels. Ja, onze keeper, wie is dat? Wauw Eens. En dan, wat je kunt eten. Je kunt veel eten, maar. Het is, ja. Je kunt dat daar kopen in de dingen. In de supermarkt? Nee, bij die tankstation. Broodje paal, ja. Ja, goed. Ja, goed. Yes, Rode Duivels. Rode Duivels. Dat is Flames, man. Red Flames. Dat zijn de vrouwen. Ja. Doet er drinken, je doet er water in. Nee, je doet er water en drinken tijdens de wedstrijd, tijdens training. Een bidon? Ja. Onze competitie heet? De keukenkampioen divisie. Yes. Iemand die de wedstrijd leidt is een? Scheidsrechter. Ja. Wij dragen rood, maar als wij wedstrijd hebben tegen andere ploegen die ook rood dragen, dan dragen we een? Een uiterniet. Ja. En dan, soort van koffie. Espresso? Nee. Latte macchiato, cappuccino. Cappuccino. Nee. Top 5, hè. Ja, wat een makkelijke vraag. Broodje bal, wat is dat broodje bal? Heb je nog vragen? Is het dat? Makkelijk. Is de laatste. Veel dan. PlayStation, voetbal. FIFA. Wat doet jij niet graag na het eten? Afwassen. Toen we met de bus kwamen op de... tankstation, waar waren er dan mensen mee? Vuurwerk. Nee. Fakkels. Ja. Als je iemand vragen stelt, wat is het dan? Voor tv meestal? Interview. Onze leider of keeperstrainer? Jurgen Wevers. Ja, jammer, was dat bij die was binnen, ja. Ronnie. Ja, dat was ook Ronnie. Was juist. Wat was die juist, joh? Het was Ronnie. Ja, maar ja, even serieus. Ja, we hebben hier 7 keepers. Ja. We hebben gewonnen, hè. We hebben gewoon vier nieuws. Hoeveel last heb je? 10-2 of zo. Ja, we hebben altijd 4. Nee, maar wij altijd 5, dus we hebben sowieso gewonnen. Waar ben ik? Ik vond het nog een leuk spel. Ja, ik heb geen nog vragen. Ik heb dat thuis, hè. Ik zal het meepakken. Ja. Ja, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. En volgende keer zitten er weer nieuwe spelers.